Goedemorgen gemeente. Goedemorgen op deze, toch nog wel zonnige moederdag. We willen deze dienst met elkaar beginnen met het zingen van Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u, onze God. En ik wil u vragen, zo u kunt, om dat staande met ons mee te zingen. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. En wij verlangen met heel ons hart naar meer van u. Wat geweldig dat u hier bent, Heer, ons land, dit is uw troon. Heel ons wezen is alleen op u gericht. Goedemorgen, ik mag iedereen welkom heten met de bekende woorden: God is goed, God is liefde en God is hier in ons midden. En de zegen komt voor ons van de vrede van de Vader en de liefde van de Zoon en de bemoediging van de Heilige Geest. Ik wens u allen een gezegende dienst. Mag ik met u bidden? Zo waar staat de hart. Vader in de hemel. Heer, wat mooi is het dat we op deze zondag bij elkaar mogen komen als gemeente.
Heren, wat gaaf dat het ook gewoon kan. Heren, ik wil u bidden om een gezegende dienst. Dat we geïnspireerd mogen raken. Heren, ik wil u vragen met Pieter te zijn, die onze gast is vandaag. En Heren, wilt u zijn met ieder die hier in deze dienst is. En deze dienst nu meebeleeft via het internet. Of eventueel later. Heer, ik wil u vragen zo om een gezegende dienst. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan mag ik u de collecte aankondigen. En we gaan met elkaar zingen. Ik denk een heel bekend lied. U hebt de overwinning behaald. En de collecte gaat rond. Op een of andere manier. Ja, vaak gaat dat automatisch. Goedemorgen allemaal. Allereerst de belangrijke vraag. Wie is er van de week vandaag, of misschien als je vorige week op vakantie was, de week ervoor jarig geweest? Ja, eentje hier en daar. Nog meer? Een groot applaus. En natuurlijk nog van harte gefeliciteerd. Nou krijgen de kinderen altijd zo'n groot applaus. Van de papa's en de mama's en de andere mensen hier. En hoe leuk is het nu om vandaag toch even de mama's en de oma's ook even een groot applaus te geven. Dus als jullie nou gaan staan, even achterom kijken en alle mama's en alle oma's even een groot applaus. Hoort er wel een beetje bij op Moederdag. Vandaag denken we natuurlijk ook weer een beetje terug aan afgelopen donderdag, toen het hemelvaart was. En op hemelvaart dan denken we dat Jezus naar de hemel ging. Konden we hem niet meer zien. Maar de leerlingen wisten wel dat God er altijd was. En ik probeerde dat net even een beetje duidelijk te maken. Want hier heb ik gewoon een leeg plastic zakje. Niks bijzonders aan. En we zeggen altijd, ja, lucht kan je niet zien. Lucht zit hier om ons heen. Maar we kunnen wel, als ik nou in dat zakje eens blaas, met die lucht die we eigenlijk helemaal niet kunnen zien, dan verandert het zakje wel. En dan kan ik eigenlijk wel de lucht zien. Nu zie ik dat hier lucht in zit. In plaats van een slap zakje. Dus toen met hemelvaart wisten de leerlingen ook, Jezus gaat wel weg. Maar God is altijd bij ons.
Daar gaan we over zingen, voor, onder, boven, overal. We gaan met elkaar zingen. En gisteren was ik op een groot gospelfeest, ergens in Veenendaal. En er werd de volgende tekst gezongen, voorgelezen. En die wilde ik ook met u delen. Het staat in Efeze 5, vers 19. Zing met elkaar psalmen, gezangen, liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik denk, ja, dat is wat we doen hier. Het maakt niet uit hoe we zingen, wat we zingen. Maar als we zingen, dan openen we ons hart. En dan kunnen we de liederen naar binnen laten komen. En het is moederdag. En het is best bijzonder. Mijn moeder is al een heel lang geleden overleden, helaas. Maar ik weet in ieder geval dat daar ook gezongen wordt. Daar waar mijn ouders zijn. En er is een lied. Ik ga het nu niet zingen, denk ik. En dat zegt eigenlijk van, they will walk on streets of gold. Sing our songs and not grow old. We will walk beside you every day. There will be no misery, sickness, fear or pain. God will be the one and who will sing praise. En dat is wat we met elkaar gaan doen. Al wat ik ben, ik leg het in uw hand. Op
wat u belooft, uw woord staat vast voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u. Yeah.
Wilt u nog gaan staan bij dit nummer? O Heer, mijn God. Dat als we dit met elkaar zou mogen zingen. Dit wat we nu gaan doen is als inleiding op de preek, de Psalm 150. En dat is in opwekking 78 verwoord. Halleluja, looft God in zijn heiligdom. Nee, nog niet.
God in zijn heiligdom, looft hem in zijn machtig huis van zon. Looft hem om zijn machtige daden, looft hem naar zijn geweldige grootheid. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Pieter uitnodigen. Loof hem om zijn krachtige daden en loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met horengeschal, loof hem met harp en citer en lier. Loof hem met dans en tamboerijn en loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cymbaal. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Amen. Laten we God danken voor zijn woord. Heilige Vader, dank u dat u uw woord aan ons gegeven heeft. Dat u zo'n psalm aan ons gegeven heeft om ons te oefenen, om u te eren, om u te loven. Heer, en ik bid dat door wat we vanochtend doen, dat we daar wat meer bedreven in worden. Dat we leren steeds meer te worden wie we eigenlijk al zijn. En dat we steeds meer u gaan reflecteren in deze wereld. Dat we u de eer gaan geven. En dat we al het moois wat in deze wereld is, dat we u daarvoor kunnen danken en dat aan u terug kunnen geven. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Dat u bij ons bent. Dank u dat u goed bent. Dat u liefde bent. Heer, en ik bid dat u degene bent die tot ons spreekt. Dat als we ergens in de week terugdenken, dat we niet denken aan wat ik gezegd heb, maar dat we u hebben horen spreken. Amen. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hierheen te komen. Mijn vrouw en ik, Elke en ik, zijn hier een paar jaar lid geweest, maar zijn ook alweer een paar jaar weg. En we hebben hier hele mooie en goede herinneringen in deze gemeente. En toen ik iets meer dan een week geleden, kort van tevoren, werd uitgenodigd, appte ik Dennis even van: weet je het zeker? Ik ben namelijk vooral van de kleine groepen. Ik hou een beetje van interactie, van een beetje praten met mensen. En tegelijkertijd, als ik dominee wil worden, hoort dit er ook bij. En ik wil het ook graag leren. Ik ben het aan het leren en vandaag is ook weer een kans voor mij. En Elke, mijn vrouw, adviseerde mij om een preek te nemen die ik al eerder een keer had genomen. Dus de preek van vanochtend. En toen ik hem doorlas, toen raakte die preek mij weer.
Ik werd geraakt door mijn eigen preek. Nou, dat is mooi om mee te maken. Omdat ik ben blijkbaar nogal hardleers. Dus ik heb het zelf nodig. En ik hoop dat ik iets daarvan ook aan u over kan dragen. Dat u iets van Gods uitnodigende liefde. Dat u iets van meer leert kennen van wie God is. En hoe wij met God om mogen gaan. En daarom gaan we ook de psalmen lezen. En dat is een belangrijke les over onze communicatie met God. Een belangrijke les die we denk ik niet vaak genoeg kunnen horen. Vanochtend wil ik beginnen met eigenlijk getuigen wat er met ons gebeurd is in deze gemeente en ook daarna. Dit zal langzaam overgaan in de preek. En ik ben gevraagd om u daarna uit te nodigen voor het open altaar. En wil ik alvast zeggen waarvoor ik u straks ga uitnodigen. Eigenlijk wat Dennis vorige week hier ook mensen vroeg om in te checken. Om straks bij het open altaar met de emoties, de situatie waarin u nu zit, om die bij God te brengen. Om niks voor God verborgen te houden, om alles aan hem te geven. De laatste keer dat wij hier als gezin waren op een zondagmorgen is al heel wat jaartjes geleden. Ik heb het even opgezocht en in 2013 hebben wij onze lidmaatschap overgeschreven naar de Kerk van Nazarener in Rotterdam. En ik laat straks wat dia's zien en daar staat dan ook Kerk van Nazarener Rotterdam. Ik hoop dat u dat mij vergeeft. Ik kon dat niet zo snel meer veranderen. Ik ben hier zonder problemen weggegaan. Daar zal ik straks meer over vertellen. Dus geen reclameactie of zo. Ik hou echt, er zitten heel veel vrienden hier van mij. Ik ga jullie straks allemaal nog even spreken. Maar God had ons daar al eerder heen geroepen. En soms duurt het even voordat je dingen door hebt of voordat je door wil hebben. Want ik had het hier gewoon naar mijn zin. En God sprak tot ons eigenlijk doordat we op een bijzondere manier een huis vonden. In dat huis, 5 minuten afstand van de Kerk van Nazarener in Rotterdam. En we waren al heel lang op zoek geweest naar een huis. En op het moment dat we zeiden van oké, we stoppen ermee, we geven het op. Op dat moment komen we iemand tegen en die zegt, hey, we hebben nog een huis te kopen of we gaan het te koop zetten. En dat was het eerste huis waarvan Elke en ik zeiden van hey, dit zou het wel eens kunnen zijn. En dan op die paar minuten van de kerk vandaan, toen wist ik oké, God roept ons naar deze wijk. Om hier, daar in Rotterdam-Zuid, ons te geven aan de gemeente en aan de wijk. Ondertussen hebben we 3 kinderen, de tweede is hier nog opgedragen. En momenteel ben ik in Rotterdam assistent-predikant. En hou ik me bezig met onderwijs. En eigenlijk wat Ank doet. Ik weet niet of het in de praktijk hetzelfde is, maar op papier ziet het heel erg hetzelfde eruit. Misschien is het goed om ook even wat te vertellen over mijn broer, Christian. Voor een aantal van jullie is hij een bekende, of zelfs een goede bekende, een vriend. En hij kwam hier ook af en toe in de gemeente. Voor de mensen die het verhaal niet kennen, mei 2016 werden wij van bewust dat we eigenlijk al veel te lang niks meer van hem gehoord hadden. Hij was op dat moment in Nepal de berg aan het beklimmen, de Dhaulagiri. En ik kwam erachter dat hij eigenlijk iedere dag wel iemand een berichtje stuurde, maar verspreid over een aantal mensen was het ons nog niet opgevallen dat hij eigenlijk al dagenlang niemand meer iets had laten horen. En het is moeilijk te achterhalen wat er gebeurd is. Een aantal mensen ook uit de gemeente zijn naar Nepal geweest. Zijn wezen zoeken. Er is hier ook in de gemeente voor gebeden. Ook dank daarvoor en meegeleefd. We hebben gezocht. We hebben gebeden. We zijn er heen geweest, maar geen bericht. We hebben niet kunnen achterhalen wat er gebeurd is. En het bizarre is dat dit ook niet op een gevaarlijk stuk was. Het was op een stuk waar hij gelopen heeft, waar als u een beetje traint, u met een gids als toerist ook langs kan komen. En dat is het moeilijke, het bijzondere, het gekke ervan. Mensen vragen mij vaak van, wordt er nog meer gezocht? Momenteel is er niet een actieve zoektocht. Er zijn wel wat mensen voorzichtig weer eens aan het kijken of er toch nog een keer gekeken kan worden. En dat wachten we af, maar dat zijn dingen dat zal niet komende zomer zijn. Dat zal op zo vroegst 2019 plaatsvinden. En van hier probeer ik even een bruggetje te maken. Ik heb wel eens de grap gemaakt, Christian was niet echt iemand van de kaartjes sturen. Hij was niet iemand die heel vaak liet horen waar hij was.
Soms hoorden we pas waar hij geweest was als hij weer terug was. En nu heb ik een mooi bruggetje naar de preek. Over kaartjes sturen. Stuurt u een kaartje als u op vakantie bent? Heeft u in de meivakantie of afgelopen zomer kaartjes gestuurd naar mensen? Wij als gezin doen dat wel. Nou ja, wij als gezin, vrouw Elke is daar heel goed in. De laatste keer dat ik het deed, was ik de postcodes vergeten. En nou, dat werkte allemaal niet. En dat was in de tijd nog voordat je het op je telefoon op kon zoeken. Maar Elke die stuurt vaak kaartjes over nou, hoe het is. Hoe is de vakantie? Is het mooi weer? Is het slecht weer? Is het zonnig? Zijn we weggewaaid? Gewoon om een teken te laten horen hoe het op dat moment met ons is. En we zijn allemaal op reis. We zijn allemaal op een geestelijke reis. En we mogen God af en toe zo'n kaartje sturen. We mogen God vertellen hoe het met ons gaat. Hoe we in ons vel zitten. En ik wil u graag wat laten zien. Een vrouw bij ons uit de gemeente heeft een aantal van die kaartjes gemaakt, gebaseerd op de psalmen. Hier een voorbeeld. Eeuwig duurt zijn trouw. Is dat de situatie waarin u nu zit? Als u nu een kaartje zou sturen, zou u dan zeggen: eeuwig duurt zijn trouw? Of is dit meer een kaartje van het moment van waar u nu zit? Hoe lang nog, Heer? Zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Is dat de situatie misschien waar u in zit? Of bent u meer vol verwondering? Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Helene zat net trots te doen over haar kleinkind. Hoe mooi ze dat vond. Zijn we vol verwondering over het leven? Over kinderen, kleinkinderen, over de natuur, over situaties waar we in zitten? Nou, daar wil ik het vanochtend over hebben. Dus denk daar, als u de preek hoort, rustig ook over na. En ik wil het eigenlijk hebben over het hele boek Psalmen. Maar ik vond het wat te veel om Jorina te vragen om het hele boek voor te lezen. Dus haar gevraagd om Psalm 150 alleen te lezen. En dat boek, of dat hoofdstuk 150, Psalm 150, staat daar ook heel bewust. Even bij het begin beginnen. Psalm 1, bekende, omdat hij ook in opwekking staat, maar er staat één vers, staat er niet in. En dat is het laatste vers. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardige en de weg van de wetteloze loopt dood. Dit is eigenlijk een soort inleiding op het hele boek Psalmen. De inleiding laat zien, al vanaf het begin, er zijn in het leven twee wegen. De weg van de rechtvaardigheid, de weg van God. Of de weg van God weg, de weg van de wetteloosheid. En wij mogen kiezen. En Psalm 2, een soort van tweede inleiding, gaat over de koning. Over hoe we de koning eer kunnen geven. En dit gaat waarschijnlijk over koning David, maar nu, zoveel duizend jaar later, kunnen we lezen dat dit gaat over Jezus. Is Jezus de koning in ons leven? En die twee psalmen zijn als het ware de inleiding. En het boek Psalmen is opgebouwd eigenlijk uit 5 boeken. En dat is, als je de NBV of een Nederlandse vertaling leest, moeilijk terug te vinden. Dan moet je echt zoeken en moet je weten hoe dat boek is ingedeeld. Even kijken, ja. Het eerste boek gaat van hoofdstuk 1 tot en met 41. En het einde van het boek is zichtbaar aan deze tekst. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen. En deze tekst, met een kleine variatie af en toe, komt terug aan het einde van Psalm 72. Aan het einde van Psalm 89 en 106. En in een soort van uitgebreide versie komt hij terug in Psalm 146. In Psalm 147, Psalm 148 en 149.
En of dat dan nog niet genoeg is, of die afsluiting, die woorden waar God de eer wordt gegeven, in Psalm 150 komt hij terug als een soort van finale van de finale. Een soort afsluitend groot stuk, mooi toekomstbeeld over wie God is en hoe wij God de eer mogen geven. Laten we kijken naar die Psalm 150. En dat wil ik doen aan de hand van 4 vragen. Wat, waar, hoe en waarom? Halleluja. En dan de eerste vraag. Wat? De psalm begint ook met een heel duidelijke wat. En die is heel simpel. Loof God. We mogen God loven. We mogen hem eren. We mogen God roemen. We mogen het zelfs uitschreeuwen naar God. En gelijk gaan we door naar het 2 keer waar. Waar? In zijn heilige woning en in zijn machtig gewelf. En ik wil wat meer zeggen over die heilige woning. De tempel, de plek waar Israël een paar keer per jaar bij elkaar kwam om samen God te aanbidden. En in die tempel gebeurde ruim 2000 jaar geleden iets bijzonders. In het weekend dat Jezus Christus stierf, sterft en weer opstaat uit de dood. In dat weekend dat hij de machten van het kwaad, dat hij de dood overwint. In dat weekend scheurt in de tempel het gordijn. Het gordijn naar de meest heilige plaats. De plaats waarbij hoge uitzonderingen 1 of 2 keer per jaar de hoge priester mocht komen. Scheurt. Dat betekent dat we nu God overal mogen loven. Die afstand, die is er niet meer. En met Pinksteren komt God wonen in de harten van mensen. En we hoeven niet meer onderweg naar de tempel. We zijn zelf de tempel. We zijn zelf de woonplaats geworden van God. Als ik het zeg, dan krijg ik er bijna rillingen van. Geweldig toch? Hier, de hele zaal en thuis, vol met tempels. Voor we naar het waarom gaan, eerst het hoe. Nou, met hoorngeschal. Die was er vanochtend niet, maar met een orgel en een drum mogen we en allerlei andere instrumenten mogen we God loven. En daar is nog meer over te zeggen, maar dat sla ik over. Ik ga heel snel naar het waarom. Waarom mogen we God loven, prijzen? En dat staat in vers 2. Om zijn krachtige daden. We hoeven God niet te loven vanwege een vaag gevoel. We hoeven God niet te loven omdat het zo hoort. We hoeven God niet te loven omdat we het zo geleerd hebben. Of omdat we het moeten verdienen. Looft hem om zijn krachtige daden. Om zijn oneindige grootheid. We mogen God loven om wie hij is. God acteert en wij reageren. Alle aanbidding is een reactie op God die er al was voordat er ooit een mens op deze aarde heeft rondgelopen. En er wordt wel eens gezegd van, ja, ik zoek God of ik zoek geen zingeving. God zoekt ons. God roept ons. Op het moment dat wij bezig zijn met God zoeken, is dat we Gods stem horen. En dat we reageren op wat God in ons wil doen. Wat God voor ons wil doen. Maar misschien zegt u, ja, misschien, we mogen God toch ook aanbidden om wie hij is, niet alleen om wat hij doet. Klopt. Gods karakter, wie hij is en wat hij doet, gaan eigenlijk altijd samen. Hij is, God is wat hij doet. God noemt zichzelf de Ik Ben, de aanwezige. God is genadig. God doet genade. God is goed. God doet goed. God is liefde. God doet liefde. En Dennis is bezig met een serie over identiteit. En bij ons is dat soms een beetje uit elkaar. We zijn nieuwe schepping, maar we doen nog niet nieuwe schepping. Maar God heeft dat probleem niet. God is wat hij doet. We mogen hem leren kennen
in zijn daden. En daarom mogen we hem loven. Toch voel ik me niet altijd zo. Ik weet niet of u dat herkent. Soms lijkt het alsof God heel, heel ver weg is. Soms lijkt het alsof God niet aanwezig is. En gelukkig zijn er daarom heel veel meer psalmen dan die psalm 150. En dit is dan ook het moment dat ik even wil kijken naar het hele boek van de psalmen. Even een beetje als een helikopter opstijgen en een paar keer even naar beneden inzoomen op een bepaalde psalm. Want als ergens de context belangrijk is, is het wel dat psalm 150 aan het einde van het boek staat. En aan het einde, daar komt een heleboel vooraf. En dat vooraf heb je nodig om psalm 150 goed te kunnen begrijpen. En de les zit hem uiteindelijk ook in de overeenkomst met alle psalmen. Psalm 150 roept ons op om God te loven. Maar hele gedeelten van de psalmen gaan erover dat dit op sommige momenten gewoon helemaal niet lukt. Een van de duidelijkste daarvan is psalm 88. Heer God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, 's nachts zit ik stil voor u neer. Laat mijn gebeden u bereiken. Luister naar mijn klagen. Ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. Kent u dit? Dit is soms toch ook de realiteit? We noemen het wel een soort van of de hemel van glas is of van steen is. Dat we niet horen wat God tot ons te zeggen heeft. Dat het lijkt alsof onze gebeden niet aankomen. Het waar. Psalm 150 gaat over God aanbidden. In zijn heilige woning. Maar er is een hele serie psalmen die gaat erover dat de mensen onderweg zijn naar de tempel. En heel simpel, als je onderweg bent, ben je er nog niet. Als je onderweg bent, dan ben je nog niet waar je zijn wil. En die psalmen spreken van een verlangen. Die psalmen spreken van het moment dat ze dat heuveltje overgaan en die tempel weer zien. Het moment dat ze de tempel binnen mogen gaan. Heel veel psalmen gaan over verlangen naar God. Psalm 150 noemt een heleboel instrumenten. Kent u het spreekwoord? Iets aan de wil gehangen? Dat komt uit psalm 37. Dit is een psalm over het niet meer kunnen en willen zingen. Psalm 150 gaat over allerlei instrumenten. Psalm 137 beschrijft dat ze even stoppen met spelen. De situatie is er gewoon niet meer na. Ze zijn niet in Jeruzalem. De tempel is verwoest. En ze zijn op een plek waar ze niet thuis horen. Kent u dat? Dat u op een plek bent, dat u denkt van hier hoor ik niet thuis. Laten we hem lezen. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. In de wilgen, op de oever, hingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied. Hoe durven ze, hè, dat te vragen? Daar vroegen onze beulen, zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Hoe kunnen wij zingen een lied van de Heer op vreemde grond? Psalm 150 gaat over machtige daden. Wat nou machtige daden? Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Ik zie geen daden. Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt? Dag aan dag. Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Herkent u dit? Lekker hier zingen.
zal er straks wat over zeggen. Ik heb dat wel regelmatig geprobeerd te vermijden. Dat ik na het zingen binnenkwam. Wat nou lekker met z'n allen halleluja roepen. Ik zie God niet. En deze is ook zo mooi. Zoals een hinder smacht naar stromend water. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar een levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Dit is wat anders dan Gods daden zien. En halleluja roepen en blij zijn. En ik zie mezelf nog zitten daar achteraan, daar ergens. Een paar jaar geleden daarvoor was mijn leven compleet ingestort. Mijn opleidingen lukten niet. Mijn relatie ging uit. Mijn werk hield op. We moesten ons studentenhuis uit. En ik raakte wat vrienden kwijt. Kan u nog iets bedenken wat belangrijk is in het leven? Dat zijn toch wel de belangrijke dingen? En na 2 jaar intensieve therapie zou ik opnieuw gaan beginnen. Nu, vanuit dat diepe dal, zou het alleen maar bergopwaarts gaan. Maar weer lukte het niet. En meestal, zoals ik net zei, kwam ik binnen aan het einde van de zangdienst. Dan ontkwam ik dat blije zingen, denk ik. Ik denk dat ik daar op dat moment heel slecht tegen kon. We noemden dat ook wel de derde dienst. En ik kon een beetje hangen achterin. Met God en mensen om me heen. Hopen dat het pijn en het verdriet, dat het wat verzacht zou worden. En volgens mij, ik weet niet of je dit jaar was jij daarbij ooit. Ook een keer met Ed nog gebeden. Een hopeloosheid voor mij. Na al die werk wat ik aan mezelf had gedaan, dat ik nog steeds niet lukte om uit dat dal te komen. Hebben we ook met elkaar gebeden. En ik heb Ed's advies opgevolgd. Door het gewoon te accepteren. Voor nu. Maar wel gewoon te blijven komen. En Ed zei, over 3 jaar gaan we weer praten. Het was geen 3 jaar gelukkig. Ik kreeg een kans. En met hard werken, ik kreeg een baan aangeboden. Waar ik af en toe huilend achter mijn computer heb gezeten. Maar langzaam, stapje voor stapje, ben ik eruit gekomen. Ik kreeg een gezin. En nu ben ik waar ik niet ben. Niet dat het altijd makkelijk is. Of dat het allemaal goed gaat. Maar ik kan wel God prijzen om zijn machtige daden. Ik kan heel concreet vertellen wat Jezus in mijn leven gedaan heeft. En ik was op die moment niet echt in een Psalm 150 stemming. En toch, als ik eerlijk ben, die momenten dat ik depressief, huilend, eigenlijk de hele dag op de bank lag en mijn huisgenoot alle zakdoekjes opruimde toen hij thuis kwam. Op die momenten kon ik soms zelfs nog zingen. Zelfs op die momenten, als je niet lager kan zakken, legt God iets in je hart. Mijn roep was, hoe lang nog, Heer? Verbergt u zich voor mij? En hoe is dat voor u? Bent u nu in een Psalm 150 stemming of een van die donkere psalmen? En als er één ding is in de psalmen, is dat Psalm 150 hoeft niet altijd een realiteit te zijn. De psalmen bieden ons ruimte om blij te zijn, maar ook om boos te zijn, om bedroefd te zijn, om bang te zijn, om te rouwen, om te klagen, om vragen te stellen, om eenzaam te zijn. En ik heb het wat uitgeschreeuwd. Naar God gehuild, geroepen. God, waar bent u? Zijn we die mooie teksten over dat God, ik ben even kwijt welke het is, je van kinds af aan meegenomen hebt. Ik ben in een christelijk gezin opgegroeid. En toch was ik God kwijt. En dat deze Psalm 150 aan het einde van het boek staat, is wel een heel duidelijk teken. Het is een teken omdat het
als je daar niet bent, het wel hoop biedt. Het is het licht wat aan het einde schijnt. God is aan het werk. Ook al merken wij het soms helemaal niet. Veel psalmen is het vaak al zichtbaar. Maar soms als een heel klein, nauwelijks waarneembaar lichtje in een lange, donkere, enge, koele tunnel. En ook al op die momenten is het voor u, voor mij, geen realiteit. Toch kunnen we ervoor kiezen. En ik wil een klein uitstapje maken. Habakuk. Ook zo donker. Nou, lees mee. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Al zou de wijnstok niets voortbrengen. Al zou de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akkers zijn. In onze tijd, dan zouden we allemaal ontslagen worden. Geen hoop hebben op werk. Ons huis kwijtraken. Alles wat we nodig hebben kwijtraken. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. Deze tekst laat zien dat we er ook voor kunnen kiezen. Ook al voelt het op dat moment niet zo. En tegelijk laten de psalmen zien dat we dat ook niet altijd hoeven doen. We mogen onze diepste emoties aan God zien. Maar belangrijk is dat het ergens op gebaseerd mag zijn. Het mag gebaseerd zijn op wat God gaat doen ooit. Misschien is dat uw leven als christen, dat u toeleeft naar iets wat ooit gaat komen. En misschien is het een herinnering uit het verleden. En misschien is het iets van het nu. Maar het mag gebaseerd zijn op wat God in ons leven concreet doet. Maar geven we de ruimte aan de emoties in het hier en nu? Gaan we onderweg met God? Laten we onze angsten, onze boosheid en verdriet zien? Op dat moment kan Hij met ons aan de slag. Dan gaan we wonderbare daden zien. En soms moeten we gewoon even onze boosheid, onze frustratie uiten. Voordat we weer met elkaar verder gaan. Dat is in relaties toch ook zo? Soms moet je toch even boos zijn op je partner. Even eruit gooien wat er zit. Om daarna elkaar weer aan te kijken, elkaar de hand te geven en samen weer verder te gaan. Ik heb heel vaak gebeden voor omwegen. Gewoon dat God boem, een wonder zou doen en dat het aan één keer allemaal goed zou zijn. En dat ik gewoon lekker mijn leven zou oppakken. Dat ik een baan zou hebben en zou doen wat ik kon doen. Maar zo werkt het niet. God neemt de tijd. En God vraagt ons om er doorheen te gaan. En niet te vluchten. En we gaan straks naar het open altaar. Denk nog even na over welke kaart zou je sturen. Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart. Vertellen uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen. Uw namen zingen, Allerhoogste. Eeuwig duurt zijn trouw. Of, die we net ook gezien hebben. Zoals een hinde smacht naar stromend water. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Of zelfs een van deze niet. Bent u helemaal stil? Is er even niks meer wat u kan zeggen? In Romeinen 8, vers 26 staat: de geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. Er zijn van die momenten dat we even helemaal niks meer kunnen zeggen naar God. En dat mag ook. En op dat moment, als we zelfs niet eens meer kunnen zuchten, wil God door ons heen zuchten. En eigenlijk, misschien maakt het uiteindelijk wel helemaal niks uit wat u zegt. Tuurlijk, het moet eerlijk zijn. Het moet
dicht bij uzelf liggen. Maar uiteindelijk gaat het om het volgende. Aan wie adresseert u het? Aan wie stuurt u uw kaarten op? Dat is toch waar de psalmen over gaan? Onze reactie op God. De psalmen zijn een oefening om te leren reageren op God. Alle emoties zijn welkom. Of nu boos, bang, blij of bedroefd zijn, laten we dat aan God adresseren. En misschien wel de meest donkere psalm, psalm 88, eindigt na een hele lading doffe ellende met de volgende zinnen. Mijn beste vrienden, hebt u van mij vervreemd. Mijn enige metgezel is de duisternis. Kan het nog dieper? Kan het nog depressiever? Maar weet u hoe deze psalm begint? De psalm waarvan gezegd wordt dat het de enige psalm is waar geen hoop in zit? Heer God, mijn redder. Hij is geadresseerd aan God. En dat is de kern waar het om gaat. Afgelopen week heb ik wat tegenslagen meegemaakt. En toen ik me weer inlas in deze preek, werd ik geraakt. Want ik merk dat ik dit soms niet automatisch doe. Ik had een slecht bericht gekregen. En ik weet niet wat uw reactie is. Mijn eerste reactie was dit. Telefoon erbij pakken. En appen naar een vriend. Is dat uw reactie? Is dit de reactie even andere mensen zoeken? Of is dit uw reactie? Knielen voor God. En ik zou willen dat ik veel meer deze reactie zou doen. Dat dit mijn automatisme zou zijn als ik slecht nieuws hoor. Of als ik iets op het nieuws zie wat ik niet mooi vind. Of als ik een vervelend bericht van iemand krijg. Maar ja, ik pak zo makkelijk die telefoon om even mijn vrienden te vragen. En dat is een soort van afleiding, hè? Een soort van, dan voelt het weer veilig, een soort van afleiding. Maar we moeten er doorheen. En samen met God kunnen we er doorheen. En God vraagt ons om met hem contact te houden. In alles. Ieder moment van de dag. En als je het hebt over kaartjes. U wilt toch ook liever van een vriend een somber kaartje dan helemaal geen bericht? Zijn er niet van die mensen waarvan u heel graag een berichtje zou willen krijgen? Een berichtje. Maakt niet uit wat erop staat, als het maar een berichtje is. God verlangt zo ontzettend naar ons. God verlangt naar onze berichten. God verlangt naar onze emoties, onze pijn, onze blijdschap, onze alles wat we mooi vinden. En dan leren we door de realiteit van het leven wat hoop ten diepste is. Psalm 23. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. En een vraag die ik mezelf stel, al klopt die eigenlijk niet, wat zou ik liever willen? Dat alles goed komt? Of wil ik een toekomst met God waarin eigenlijk niet alles helemaal goed is? Ik weet niet of die theologisch helemaal klopt. Als ik hem anders stel, en ik wil niet oneerbiedig zijn, maar wed ik op het winnende paard? Wed ik op dat God uiteindelijk zal overwinnen? Of doe ik het uit liefde? Maar als ik daarover twijfel, mag ik ook daar eerlijk zijn tegenover God. Ik ben onderweg. En wij zijn onderweg om de woorden van Psalm 150 met iedere vezel van ons lichaam, met iedere cel, volledig onverdeeld te kunnen zeggen. Maar ik ben bang dat dat voor de meeste van ons nu nog niet het geval is. Ooit komt er een tijd dat we zo dicht bij God zullen zijn. Dat we samen zo één zullen zijn bij God. Dat we met alles wat in ons is kunnen zeggen: halleluja, looft God in zijn heilige woning. Looft hem in zijn machtige gewelf. Looft hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. En tot die tijd, totdat we daar zijn, ja, is het soms zuchten, pijn en verdriet.
en ik wil u straks uitnodigen voor het open altaar. Wouter speelt Psalm 13 en die zal hij ook zingen. En dat is een psalm die ik ook al aangehaald heb, die uitroept en waar gezocht wordt om God. Maar het einde is ook positief. Het einde is ook hoopvol. Laten we met elkaar stil zijn, luisteren, ons op God richten. En als hij klaar is, mag u naar voren komen. Of op uw plaats een altaar maken. Mag u inchecken bij God. Mag u uw kaartje sturen. En als u niet van het kaartje sturen zijn, mag u God appen of mailen. Maar zoek contact met God. En vertel, wees eerlijk, waar u nu bent. Amen. Hoe lang, o Heer, vergeet u mij nog? Hoe lang, o Heer, verbergt u zich voor mij? Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward en heerst verdriet in mijn Ik wil u uitnodigen om op uw plek of hier vooraan
een altaar te maken. U bent een tempel. Gods geest is in u, in jullie, in mij, in ons. En ik hoop dat u eerlijk kunt zijn tegen God. Dat u God vertrouwt. En voor uzelf, ja, God alles kunt zeggen wat u bezighoudt. Mooie dingen, lelijke dingen, moeilijke dingen. Maar God wil naar ons luisteren. U mag naar voren komen. Heer, wij komen bij u. En eerlijk gezegd doen we dat ook niet altijd. Het is soms zo makkelijk om even onze telefoon te pakken, om afleiding te zoeken. Om onze vrienden te appen of te bellen. Heer Jezus, leer ons steeds meer om zoals u altijd deed in contact te blijven met de Vader. Heer, leer ons om al onze emoties bij u te brengen. Leer ons open te staan voor dat uw geest in ons kan spreken, kan zuchten. Laten we met elkaar een moment stil zijn. Ja, Heer. Dank u dat u al antwoord gaf voordat we het vroegen. Dank u wel dat u ons al kent voordat we zelf doorhebben wat er aan de hand is. Dank u, Heer, dat we ooit helemaal zullen zijn wat we al zijn, kinderen van u. En dat we kunnen doen wat u ons nu al geeft. Leven heel dicht bij u. In openheid. Zonder onze eigen belemmeringen. Onze angsten, onze afstand die we tot u hebben. Maar dat we volledig in relatie met u kunnen leven. Dank u wel, Heer, dat we daar naartoe mogen groeien. En dat ooit dat moment er helemaal zal zijn. Dat we u van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Zoals de van de oudere vertalingen het zegt, dat we u rechtstreeks in de ogen kunnen kijken. Heer, we verlangen zo naar dat moment. Heer, we houden van u, omdat u van ons houdt. Heer, we willen u volgen, omdat u ons geroepen heeft. Heer, u bent onze God en u bent goed, u bent liefde. Amen.
dankjewel, Pieter. Dan heb ik nog wat mededelingen voor u. En dat is, op 4 mei is geboren Warrior Kadosh. Ja, hoe spreek je dat uit? Nedetchek van Anakin Jackson. Dat weet ik dan wel. En broertjes van Rejoice, Hope and Kindness. En ja, daar is die. En opa en oma waren erbij, dat weet ik dan toevallig. Jan en Klazien. Hoe mooi is dat als hij heel ver weg toch bij de geboorte van je kleinkind kan zijn. We hebben nog een geboorte. Op 10 mei is geboren Jens Jacob Trooster. Zoon van Dennis Trooster en Imke van Wijngaarden. En ook broertje van Colin. Oh. Jullie zijn wel heel stil. Oh. Ja. Als opa vind ik toch wel leuk om te kijken hier. Maar goed. Woensdag start de laatste 3D-blok van dit seizoen. En inschrijven kan nog steeds op het bekende adres. kvdnvlaardingen.nl/3D. Je kunt er nog steeds op inschrijven. Aanstaande woensdag begint dat. En als laatste, als u een persoonlijk gesprek wilt en wil napraten over wat er verteld is vandaag, wat we gezongen hebben wellicht, blijf dan zitten. Er komt dan zeker iemand naar u toe. Ik wil Pieter vragen de zegen te geven en daarna met elkaar nog het zegenlied te zingen. Ik heb een zegen uitgezocht uit een bekende, uit Psalm 134. Ja, u kan gaan staan. Ja. Maar in de Bijbel in gewone taal. Laat de Heer jullie geluk en vrede geven. Vanuit Sion. Sion is de plek waar God woont op aarde. De Heer die hemel en de aarde gemaakt heeft. En ik wil dit speciaal ook voor de mensen die eindexamen gaan doen. Ik wil jullie vrede en rust toebidden. Om te studeren. En alles te kunnen geven wat nodig is. En ik hoop bij de uitslag heel veel geluk. God zegen. God gaat met ons mee. God is in ons. En wij mogen een tempel zijn in deze wereld. En we mogen altijd alles bij God brengen. Amen.
zegen zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.